Yo boys, tof jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zetten we op Modern Warfare. We zijn weer gewoon een keertje weer een video. Jongens, hoe lang is dat wel weer geleden? Oké, ik begin alweer met heel veel jongens, maar super dope. Tof jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben Floris natuurlijk en moet je eens kijken. We spelen voor het eerst een multiplayer potje op Modern Warfare natuurlijk. En super dik natuurlijk. Ik vind Modern Warfare wel echt geniaal, jongens. Ik ga ook binnenkort een video opnemen dat we, de Battle Royale game natuurlijk spelen ervan. En daar heb ik ook heel veel zin in om op te nemen. Maar nu dat we in deze tijden zitten, weet je wel. Dus dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk, weet je wel. Je kan ergens heen, je kan bijna niks doen. En dan is het meestal YouTube kijken of like Netflixen. Dus ik denk van, laten we maar weer eens even beginnen met video's opnemen, weet je wel. Dan heb ik weer wat te doen, natuurlijk. En gewoon dat allemaal. Dus ja, geweldig. Dus we gaan gewoon weer lekker knallen. Zoals old school, of met het bad. Met net zoals Black Ops 3 en zo. En Black Ops 4 wat we hebben gespeeld. Dus ik heb er heel veel zin in, jongens. Gewoon Modern Warfare. Heel veel mensen spelen het natuurlijk op dit moment, dus... Ik speel ook helemaal kut, wist je dat? Ik zit bij de enemies in de spawn en... Zo dom. Ik wou zeggen, dit kan niet lang goed gaan. Maar ik moet wel weer eventjes wennen, jongens, om een video op te nemen. Want het is echt een hele lange tijd. Het is echt... Ja, 3-4 maanden. Ja, 4 maanden geleden dat ik voor het laatste video heb opgenomen. Ik zweer het je. Ja, begin 2020 kwam het... had ik een video geüpload. Van gelukkig nieuwjaar natuurlijk. En toen ben ik opgehouden. Maar ja, nu zijn we er gewoon weer gezellig weer. What the fuck? Nee, er is wel iemand. Oh mijn god, ik dacht dat het een teammate was, hè. Oké. Maar we gaan gewoon weer rustig verder. We gaan gewoon chill verder. Maar hoe vind je het weer, jongens? Met een green screentje in de back. En ja, dat zien we natuurlijk niet. We zien gewoon de game in de back. Maar ja, ik heb natuurlijk wel een green screentje achter me staan. En dat voelt wel weer vertrouwd, hoor. Maar we gaan nog niet helemaal lekker. Dus we kunnen wel even gaan concentreren. En in plaats van 100 jaar lullen, weet je wel, wat ik nog niet verleerd ben. Kunnen we gewoon lekker, kunnen we lekker even gaan spelen. Ik begin ook steeds meer naar voren te zitten, weet je wel, omdat ik heel erg in die game zit dan. Ja, dat is helemaal kut, weet je wel. Ik moet een beetje naar achter blijven zitten. En dat moet ik even wennen, maar ik begin altijd helemaal naar voren te zitten, weet je. Ja, dat is een beetje aangeleerd, dat is helemaal kut, weet je. Dus ik probeer me daar ook een beetje op te letten. En daar kan ik ook niet helemaal lekker gaan, anders ga ik helemaal naar voren zitten en denk ik van, tryharden. Maar ja, hier kan je ook naar binnen, hè. Ja, deze map heb ik nog nooit gespeeld, maar dus dat is ook een reden waarom dat niet helemaal lekker gaat. Ja, smoesje zeker weer, hè, Floris. Maar nee, het is echt zo. Oké, hier kan je van boven ook af worden beschoten. Nou, hoe heet het wapentje? Dit is een MP7 of zo? Ja, verbeter me als ik het fout heb. Maar het is zo'n chill wapentje, hè. Je hebt zo snel mensen dood, hè. Het is echt werkelijk waar niet te geloven. Ik mag gewoon een beetje rustig naar achter zitten, weet je wel. Ik moet gewoon letten op mijn houding, jongen. Dat is echt erg, toch. Maar dan heb ik ook het gevoel dat ik veel minder kan spelen ofzo, de houding. Ja, natte vrijhol. Natte Rina's vlieg. Ja, dit is een clash van Battle Royale van mij. Zo'n loadout drop. Dus ja, daar heb ik ook een sniper aan gezet. Dat is voor chill natuurlijk. Natte frikandel, natte frikandel. Dit gaat weer helemaal fout. Helemaal fout. Oh, dit gaat niet fout. Kut. Ja, jongens, hoe de fuck. Ja, ik vind het gewoon geniaal dat we gewoon weer een keer een video kunnen opnemen, jongens. Dat is geniaal. Maar binnenkort ook wel vast wel weer met vrienden natuurlijk. En ja, laat weten welke game jullie nog meer willen zien van mij. Wat ik ga spelen. Of jullie gewoon lekker gewoon de Battle Royale game van dit willen zien. Die video komt sowieso ook nog online, hoor. Maar kut, natte. Die komt sowieso ook nog, hoor. Maar... Ja, laat maar even weten wat jullie het leuk vinden, dan zal ik dat gaan uploaden. En ja, jij zit lekker te campen daarboven, hè? Ja, want daar kan jij zo goed. Hoeveel ga ik? Ik zou ook gewoon 4 kills hebben. Nee, dit is echt heerlijk. Heerlijk. Verschrikkelijk, zeg. Dit is nou helemaal kut, hè. We gaan hier gewoon naar boven en dan gaan we jalla doen. Je loopt ook gewoon compleet langs mij op. Wat de frikandel, dankjewel frikandel. Oh mijn god, nee, dat kan ik natuurlijk hier niet gooien. Hè? Ja, de tyfus. Dood, ja, top. Oh fuck.
Nee, shit. Nee, met z'n tweeën. Oh, die ene vent had ik echt dood moeten hebben. Die vent zag helemaal wit of grijs, weet je wel, wat je altijd ziet. Als je bijna dood bent. Dus, helemaal top. Helemaal. Wat, waar? Zit er weer een zo natte keven? Ja, natuurlijk. Ik zal een beetje op links te letten met die minimap, want dan kan je nog steeds mensen zien lopen. En dat is best wel een handige tip misschien. Misschien doen jullie dat ook al, maar... Gewoon als je op de minimap kijkt, zie je ook gelijk de enemies lopen. En dan als je ziet waar je in wordt gespand, dan kan je daar gelijk op letten of gelijk naartoe lopen als je weet dat daar een enemy zit. Dat is gewoon handig. En mijn UV hier... Waar nou weer? Ik zie die hele kill niet. Oh, daar meen je niet. Ze zitten gewoon in een ontspannen camp. Ja, ik zweer het je. Ik zat hier op te letten, maar... Ja, natuurlijk Ghost. Ja, iedereen heeft natuurlijk Ghost aangezet, omdat dat... Oh ja, kan hier natuurlijk niet in, maar... Iedereen heeft natuurlijk Ghost aan staan vanwege... Ja, hard... Even... Battle Royale, die game, ja... Van Warzone zelf, dus... Ja... Ja, dat is helemaal kut. Dat is natuurlijk gewoon... Helemaal dood. Kijk, wel als ik... Kijk, die ene... Ja, een map... Ik weet totaal niet hoe die map heet. Ik heb er nog nooit naar gekeken, maar... Een bepaalde map, jongen, kan ik even lekker gaan, jongen. Zoals... Ja, gisteren heb ik ook even dit spel gespeeld, natuurlijk, maar... Ik vind het echt behoorlijk lekker, maar... Ik ben al bijna dood voordat ik eindelijk hier een stap heb gezet, weet je wel. Dat is natuurlijk helemaal ruik. Ja, kut, wat doe ik dan? Ja, dat is natuurlijk die ammo drop voor mij. Tyfus. Ja, nee, dat had ik natuurlijk wel kunnen verwachten. Ja, dat is een tyfus zo je aankwam. Nou, lekker dan. Ja, ik loop helemaal verkeerd, hè. C is daar, maar C is van ons. Maar ik heb toch geen idee waar ik loop. Maar ze zitten in deze game zo snel achter je of zo. Ik heb ook totaal helemaal geen idee waar ik ook altijd ben. Hè? Gewoon even een claymore op de tyfus schoen neergeboekt of nee? Ik heb nog nooit een Call of Duty gezien waar ze zoveel met RPG's lopen te schieten. Ik zweer het je, dit is echt waar, werkelijk waar. Hoe kan je het voor elkaar krijgen om een RPG in een kamertje met 2x2 te gaan schieten? Om op... Ze zitten echt allemaal daarboven, hè? Ik zweer het je. Ja, ik moet eigenlijk een ander wapentje pakken, want dit is zoveel range afstanden. Ik ga het ook helemaal dood. Die zit erin achter, beter kan ik het pakken. Nee, het heeft glitch, kut, zooi. Ja, dan kan ik natuurlijk zo scheef schieten als het maar kan, weet je wel. Dat heeft geen zin. Helemaal kut. Ja, en deze sniper van mij is ook echt gewoon helemaal bout, weet je wel. Nou, dat is de enige sniper die ik nog heb. Ja, oh yeah. Ja, teammate, challenge jij dat eventjes? Ik doe dat even niet meer. Pleuren, sorry. Ja, er zit er ook alweer één achter, hè? Je ziet dat. Oh, dat het. Ik zweer het. Als ik hier zo'n ene barrel op kan zetten, jongen, dan is dat ding zo OP. Ja, dat is niet te geloven. Ik moet gewoon bang gaan. Mag ik hier naar boven? Ja, natuurlijk niet. Je zit hier weer met een fucking RPG. You son of a what? Ah, natte. Goh, precies, Heerlijk. Heerlijk. Lekker. Zit je lekker in gamepje te speulen en dan krijg je weer zo'n vette arp. Nee, ik kreeg een arpje in mijn bak. Is maar. Goeiedag dan. Hele beeld trilt naar Tokio toe. Goeiedag. Ja, ik heb er helemaal kut. Een helemaal kut wapen hiervoor. Hallo! Pa. Hier heb je mijn RPG aan de rechterkant van mij. Hier komt hij terug? Ja, natuurlijk komt hij terug. Natuurlijk komt hij niet terug. Wat is het? Oh, ja, ik loop. Voor mij loop ik eigenlijk dwars door het midden elke keer heen. Je wil weer bang. Wat ben ik ook aan het doen, hé? Oh shit, oh ja natuurlijk, daar kan... Oh ja, dat was die ingang.
Een kutmap, hè? Monde, nu. Ik speel hem ook voor het eerst en dan krijg je gelijk dit gejankt natuurlijk. Heerlijk. Zo, dietje. Zo. Dat scheelt lekker. Ik gooi ook veel meer granaten dan dat ik normaal in een hele Call of Duty heb gegooid, dus dat vind ik ook wel knap. Dat komt natuurlijk omdat ik elke keer die medic moet een beetje boven Black Ops 4 en dan zoom je dat op. Daar moest ik elke keer op L2 klikken. En ja, dat daarom gooi ik nou elke keer die klerengranaat. Verschrikkelijk zeg. Waar span ik nou dan? Kan ik hier naar boven? Nee, natuurlijk niet. Ook half geen voetstap. Krautje als een lekker baby. Zo, goeiedag, goedemorgen. Kom eens even naar beneden vallen, meneer. Bedacht u, kom even met de reddingsbrigade naar beneden. Boom. Hallo, zo, hier, hoppakee, natte. Kun je ook zetten? Nee, tuurlijk niet. Hoppakee. Haha. Wat ben je aan het schreeuwen, ja. Hoppa, fact. Boom. Jammer. Dan ga je nou gewoon een beetje campen ook, weet je. Hoppatee, de vierde. Pak. Tyfus. Nou, lekker dan. Maar het scheelt niet heel veel, 187 of 200. Het is natuurlijk ook omdat ik niet zo lekker kon gaan en ik ben ook niet helemaal voor de vlaggen geweest, weet je wel. Maar ik heb één capture, kijk, de hele team had allemaal 6, 5, 6, 6, weet je wel. Ja, en ik ging 17 of 15, dat is gewoon helemaal ruk eigenlijk. Maar in ieder geval, dit was weer de game. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden en dan we weer eventjes weer een paar video's gaan droppen. Dus als je het leuk vindt, laat het sowieso weten in de reacties. Dat vind ik super dope om te lezen natuurlijk altijd. En ik zal ook op jullie reageren en dan... ja, dan ben ik zo met, ben ik morgen wel weer terug met een mooi Warzone poortje voor jullie. Dus jongens, tot morgen. En tot de volgende keer. Wat is dit dan weer voor een handig iets? Maar in ieder geval jongens, tot morgen. Bye bye. Laters.